En dan is het tijd om afscheid te gaan nemen van iets. Nou man, geniet van je laatste ritje, hè? Wel, hè? Oké, komt goed, hè? Tot zo, hè? Tot zo. Hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. We zijn opgestaan bij Alex thuis, we hebben heerlijk geslapen. En Ruben die drukt uiteraard op de toeter. En ik ga ook even instappen, want vandaag is de dag dat we van iets afscheid moeten gaan nemen. Ja. Het is namelijk zo, jullie hebben jullie hebben namelijk in de afgelopen vlogs meegekregen dat Alex voor een nieuwe auto gaat. En het is tijd om die op te halen. Wat voor auto het is, gaan jullie zo meteen zien. Ik denk dat het al in het voorstukje en in de thumbnail ja, in de titel staat. Ja, dus verder maar gewoon. Nou, ik ga het zo meteen doen. Nog even teasen, weet je wel. Oh, kijk. Ze waren er eens even een fotootje aan het maken met Belex. Het laatste momentje met de auto. Ja, ik ben wel blij voor hem, hoor. Oh, lekker lawaai met Belex. Hij heeft 3 jaar in deze Suzuki Swift gereden. We hebben hier wat leuke momenten meegemaakt. Hè? Staat dat op de vlog? Toen vlogde ik volgens mij nog niet. Nee. En toen, ja. We zijn een keer, een van die dingen is bijvoorbeeld dat we een keer zijn gaan vissen. Toen had Alex de sleutel in de auto laten liggen en toen deed hij de deur dicht en toen zat alles op slot. Toen hebben de mannen van BLS ons gered. Dus jongens, als jullie dit kijken, nogmaals bedankt. Maar het is tijd voor wat nieuws. Hij gaat hem inleveren en zijn nieuwe autootje ophalen. Een beetje dezelfde vibes als Corrie toch? Het boeide geen reet. Ja, dat is waar. Swift, daar gaan we. We rijden erachteraan in de Mini Cooper van Rubens moeder. Maar inderdaad, die Swift is gewoon... Voor ons is die Swift een meme geworden en dan is het tijd om afscheid te gaan nemen van iets. Maar we hebben heel vaak op hem gelachen. Hij zit nog even te slikken met dat ding. Oh, 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 oh. Ja, als je dit zo ziet rijden, Ruben, dan is wat hij gaat ophalen echt een zieke upgrade. Dat is niet normaal, het is echt een hele knappe auto. Dat is echt ziek eigenlijk. Hij heeft die auto nog niet eens, maar we hebben wel spullen uitgezocht bij BS. Ja, klopt. Eindstukjes voor zijn uitlaat. Ja, ja, het is wel, Alex die werkt er hard voor en... Met alle respect, er is heel veel lol geweest met deze auto, maar het... Hij verdient echt wel wat beters. Ja, hij verdient echt gewoon wat beters te rijden, dus... Hij rijdt veel te veel kilometers met dit ding te rijden. Ja, en dit ding gaat ook niet harder dan 100. Nee, wij zaten gisteren net, hadden we die kut-cd natuurlijk. Ja. En als je die speakers te hard zet, valt gewoon die radio uit. Ja, kan je nagaan. Ja, dat is toch niet... Hartstikke mooi. Ja, Alex is echt wel aan het genieten van het laatste ritje, hoor. Hij zat net met zijn pa in de auto handrembochtje te maken. Ja. Je moet het ervan nemen, hè? Ja, deze. Het is het laatste ritje, het is toch wel een beetje afscheid nemen. Ja, maar je zou nou toch even tegen de boom aan je hoesten. Zo, ja, nou ja, dan ben je 500 euro verschil verder. Ja, nou, stok wel geld. Ja, daar kun je toch 5 weken boodschappen van doen. Ja. Ja, toch vind ik het dan gek, dat merkte ik bij mezelf ook. Ja, bij mijn vorige auto die is natuurlijk afgebrand, dus was het sowieso een beetje eerste auto is allemaal kut. Ja, maar het is gewoon, ondanks dat het materialisme is, kan ik me best wel emotioneel hechten aan dat, ja, zoiets. Ik ook. Ja. Dat ik die golf weg moet brengen met de sloop, vond ik echt kut, hoor. Ja, dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Ja, want ondanks dat een auto is in principe gewoon materiaal, maar dat brengt je van A naar B. Je hebt er lol in, je hebt er herinneringen aan. Ach ja, we gaan hem missen. De Swift GLS uit... 97. Ik wou zeggen 98, maar 97. Kijk hem! Huppatee! Ons mannetje Alex. Tijd voor een nieuwe wagen. Ik zal eerst eens even checken bij... De verkoper of het goed is dat ik het ga filmen. En dan ben ik benieuwd hoe zijn laatste ritje was in Swift. Heb je genoten, man? Weg met dat ding. Weg met dat ding. Ja, jongens. Knap bakkie. Kijk, er zitten nieuwe accu's erin gedaan. Ja, dat is echt een knap ding, hoor. Wat voor model was het nou precies, Alex? Mazda 3. Een Mazda 3? Mazda 3 GT AMG? GTM. GTM. Maar dat is de buitenkant pakket. Dus... Ja. Ja, het is mooi, hoor. Hier moet je de binnenkant ook kijken. Het is echt heel strak. Gewoon een netto wagen. Super. Nou, daar staat hij, de nieuwe auto van Alex. Iets was van de prijs afgegaan. We hebben er even een deuk in getrapt. Dat scheelde weer geld, hè. Ja, ja, bizar, hè. Vraag me toch wel af wat hiermee gebeurd is. Maar het gekke is dus... De airbag zit er nog in. Gaat een airbag af als de sleutel er niet in zit? Huh? Als er wat? Als het contact uit is, gaat hij dan alsnog af? Ja, dat er iemand tegenaan is gereden, bedoel je? Ja, dat is niet. Dat iemand anders tegenaan echt goed hard van. Ja, dat ik maar zeg. Het blok is eruit volgens mij, of niet? Ja, het ligt op de weg. Moet kijken, het ligt gewoon op de grond, joh. Wat ben je aan het doen? Nou, met de grote hap van mijn oliebol. Nou, we hebben een hele goede service. We hebben oliebol gekregen, maar Ruben nam even de grote happie. Nou, je voelt hem helemaal zo naar beneden. Gaat het, man? Nee. Nee? Kom maar.
Ja, jongens. Wat moet je ervan zeggen? Het is jammer, maar we gaan weer door. Ja, daar, we gaan naar die. Ja, 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 kom, hey, we gaan, let's go. Het is official. Ja, is gelukt. Mag ik u van harte feliciteren met uw nieuwe Ferrari Mazda. Dank u. Schitterend mooi bakkie. Kijk, zo heb ik voor jou geregeld al. Ga eens even lekker zitten voorin. Oh, wat gaaf. Helemaal blij. Ze houden het je van zijn telefoon zit erin. Kijk. Zo klinkt je uitlaat. Zoom, zoom! Parlevinkenvu, de Swift is niet meer van u. Ik zei net ook al, maar nu voor de vlog. Hey, wij rijden achter jullie aan deze keer. Zoek hem maar lekker uit. Hey, jongen. Je had zo lekker. Het is je eerste kilometertjes in zijn nieuwe auto. Helemaal blij dat jongen. Wij rijden lekker achteraan in de Mini Cooper. Hier gaan we zo meteen ook nog wel even een rondje, anders komt dat de volgende keer wel. Maar die jongen die is zo blij. Hè? Huh? Sowieso. Sowieso. Maar eerst in de Mini Cooper. Niet joh, van die auto. Hey Alex, gaat goed? Ja, hij is blij hoor. Hij is blij. Doeg! Nou, daar komt joh, ons maatje om de hoek met zijn nieuwe bolide. Schitterend hoor. Ik ben wel benieuwd hoe zijn eerste ritje was. Zijn eerste paar kilometers in zijn nieuwe WA. Ik heb denk 1000 kilometer kunnen rijden. Ja, denk. Dat kan ik niet. Maar hoe beviel het? Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, dat is altijd zo in mijn nieuwe auto. Hoe klinkt de toeter? Ah, vrij hard. Beter dan de Swift. Ja. Oeh, nou we gaan even rijden hoor. De eerste paar meters met de boys. De Mazda. Nou, hoe zit het Ruben? Ik heb al gereden. Wil je warme billetjes? Ja, maar ik hoef niet crematie billetjes. Ik hoef geen verbrande billetjes. Kijk hem even zitten. In zijn nieuwe bakkie. De Pussy Magnet. En wat is nou een betere manier om een auto te testen dan even naar de McDrive te gaan? Hé? Ja, dat is. Even lekker eten, hè? Ruben moet nog even eten. Die heeft nog niks gegeten op een oliebol na. Die heel soepel. Jij hebt ook honger. Dan zit je mij weer af te schuiven als diegene die naar de McDonald's wil. Maar jij zit net ook. Oh, ik heb echt honger. Nou, eet smakelijk, hè, man. En wat hebben we allemaal voor lekkers? Lekker chop chop. Quarter pounder. Een quarter pounder minuutje. Alex heeft een. Die Maestro Burger. Lekker man. Ik heb lekker een kippetje, patatje, drinken. Gewoon bekerhouders hier achterin. Een luxe ding. Ja, gaan we lekker eten. Ja. Wat zeggen we dan? Lekker man. Dat gaat lekker smaken. Echt smakelijk. Hey baby! Ha! I wanna know if you be my girl. Oh jongens, we zijn weer lekker onderweg terug in de Mini. We hebben Alex, Alex thuis afgezet, maar Alex heeft zichzelf thuis afgezet en wij zijn uitgestapt. We zijn even lekker bij de McDonald's wezen lunchen. Ik heb vandaag schema vrij. Dus morgen zie ik wel weer. Waarschijnlijk ben ik hartstikke brak van het oud en nieuw feest. Want vandaag is het voor jullie 2 januari, maar voor ons is het nog 31 december 2021. Ik ben nog een beetje zenuwachtig. Wat dan? Ik heb er zin in. Ja, ik heb er ook zin in, maar ik ben niet zenuwachtig. Ik ben gewoon excited! Dat was de juiste benaming. Excited. Ja, het wordt een superleuk feestje vanavond. We hebben een feestje in het dorp. Ja, gewoon iedereen van het dorp is er. Dus het wordt superleuk. En ik heb er zin in. Ja. We moeten eerst even naar de Sligro. We zijn nu onderweg naar de Sligro om wat voor de vader van Ruben op te halen. Ja, pils. Die moest pils hebben. Sorry, die Mac kwam even omhoog. Voor de tap. Voor de tap. En we moeten hem even wassen. Waar heb je hem nog gezien? Nou, jij vindt dat hij gewassen moet worden? Nee, dat vroeg ook mijn moeder. Want het is stront. Overal stront. Op plafond? Ja, ook op plafond. Ik dacht dat ik kon. Plafond? Ik dacht dat ik kon. Mag ik dan bij jou schuilen? Als nergens anders kan. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Dat is mooi. Gewoon lekker aftellen naar het. Hoi, hey jongens, alles goed? Smooth. Lekker aftellen naar het nieuwe jaar. Smooth Raider. Aftellen naar het nieuwe jaar en al die liedjes luisteren. Helemaal hartstikke mooi. We gaan hem weer gauw aanzetten. 1, 2. Hapatee. Nou, van onze zangkunsten moet je het niet hebben. We zijn beter in bier drinken. Yeah. Ik zal even hier inzetten. Zie je maatje ook, hè? Zo. Oh nee, kijk. Een doppie. Zo. Hapatee. Hartstikke mooi. Help mijn bed, ouwe. Ouwe. Dit zat in beeld. Niet op mijn bed. Nee! Dat ging zo goed. Maar goed, wat ik wilde zeggen. Ja. Santé. Eerst een biertje. We hebben even bij mij omgekleed. We hebben vanavond een heel erg leuk en groot oud en nieuw feest met eigenlijk zo goed als het hele dorp. Ja.
En we gaan hartstikke leuk. Dus we zijn er bij Ruben even een hapje bezig eten. Het is ook al donker zoals jullie zien. Het begint om 7 uur, dus het is al begonnen. Maar we wachten nog even op Lotte. Lotte komt deze kant op. Die hebben jullie van de week in de vlogs gezien. En Ruben blijft lekker bij me slapen. Rowan is er. Er zijn echt heel veel mensen die jullie eerder in de vlog hebben gezien. Alleen het dingetje is, ik ga daar mijn camera niet mee naartoe nemen. Want er komen echt heel erg veel mensen. Dus dat worden telefoonshotjes. De wasmachine is klaar. En ik ben er klaar voor. Ja. Zin in. Hoi. Hoi. Wat ook even goed is om te melden is dat Jens die heeft mij wel nog geappt met dat hij uiteindelijk... Hij staat precies links, maat. Hij staat precies bij de lamp. Dat is gewoon goed, toch? Oké. Jens die heeft me dus geappt met dat hij een PCR-test had gedaan. Dat is wel negatief. Dus niet dat jullie denken dat ik nu naar een feest ga waar het helemaal de hel losbreekt. Maar... Je hebt toch net nog een zelftest gedaan? Ja, dat ook. Maar kijk, alsnog. Ja, het staat wel op beeld. Nee, maar alsnog. Hartstikke mooi. Nee jongens, ik laat deze camera ook lekker thuis. Zoals ik net vertelde, die ga ik niet meenemen. Dus we gaan nu naar het feestje toe. Wordt super gezellig, maar ik ga filmen met de telefoon, dus komt ie aan. Het is heel gezellig. Kijk even om je heen. Allemaal mensen. Lekker. Oh ja, heerlijk hoor. Het is nog 20 minuten tot oud en nieuw. Echt? Ja. Holy shit. Het gaat snel, hè? Het gaat echt snel. Heb je daar zin? Ik wel. Oh, wacht, ik moet even draaien, anders zien we je niet. Oh, oké. Okay. Hey! Abi. Heb je daar zin? Ik wel. Ja? Ik wel, Sasha. Ja, ik moest net ook al een paar keer vissen. Maar ja, hé. Hey, kleinigheidje heb je gehouden. Kleinigheidje heb je gehouden. Maar het is super gezellig. Wat is hier gebeurd? Wat? Ja, pilsie. Een pilsie over je heen. Kleinigheidje. Ah, maar, maatje, zometeen. Gaan we aftellen? Ja. En er is heel veel Spanje. Dat weet ik, want ik heb ze al ontkurkt. Je hebt Ik heb geholpen. Geholpen? Nou, we nemen nog een paar biertjes. Ik zit inmiddels aan de cola, want ik ben veel te dronken. Echt? Ja. Maatje. Ja, sorry. Ja, santé, hè. Huppatee. Als de mannen van me eerst het zien, ik weet niet, ik ben een kleine speler, maar proost, hè, mannen. Hij is een lulletje. Ik zal met jou even appen, zo. Oké. Nog 20 minuten, dan gaan we aftellen. Ja. Het moment. Ja jongens, we zijn met z'n allen buiten, 12 uur geweest. Hey, beste mensen. Beste mensen, Kokkie, binnenkort weer vissen. Sowieso. Maar het is eerst tijd voor wat vuurwerk. En feesten. En feesten. Komt-ie! Hey! Hey! Nou, daar komt-ie aan hoor. Hey! Ruppie! Beste mensen! Kijk dan.